Vrijdag de derby tegen MVV in eigen huis. U heeft net de laatste training gehad met de boys. Hoe staat de selectie ervoor? Ja, heel goed. Ik denk wat ik al eerder aangegeven heb deze week is dat dit zijn toch de makkelijkste wedstrijden van het trainen. Iedereen voelt de spanning binnen de club, spelers, trainers en maar ook in de organisatie. Dus wat dat betreft staan we daar goed op. Heeft u een volledig fitte selectie tot uw beschikking? Ja, Jordi Bouwer is een twijfelgeval. Die heeft het last van zijn voet. En Jordi Terborg die zal twee weken afwezen. Dus dat zijn de enige twee. Jordi Terborg speelt sowieso niet en Jordi Bouwer bekijken we morgen. Ja, dat wordt net voor aanvang van de wedstrijd dan besloten. Ja. U had het er net over van dat u de groep niet scherp hoeft te zetten voor de wedstrijd tegen MVV. Verklaar dat in. Ja, omdat dat zijn gewoon wedstrijden op zich. En kijk, als je tegen Achilles speelt, dan heb je een ander gevoel als dat je tegen MVV speelt. En dat is toch wel een beetje waar ik soms wel eens moeite mee heb. Want ik vind gewoon dat je elke week moet je een bepaald gevoel hebben. Maar goed, een derby, dat geeft toch een ander gevoel. En dan kan je als trainer ophameren wat je wil. Maar dat leeft al een hele week. Is het beseft ook in de spelersgroep hè, van die wedstrijd tegen MVV is super belangrijk, want ja, als we geen resultaten halen, wordt dat gat met MVV groter. Nou ja, goed, zo kun je kijken en ik begrijp ook heel goed je vraag. Ik vind wel gewoon, je moet gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken en zeker en blijven kijken naar de ontwikkeling van deze ploeg. En ik vind dat de laatste weken worden niet weggespeeld. We hebben zelfs kans soms in wedstrijden om te winnen. En, maar ja, goed, dan geven we toch nog in de laatste fases van wedstrijden geven we het weg. En daar moeten we gewoon naar kijken. En ik vind nogmaals dat de jonge jongens die ingepast zijn, dat die een prima ontwikkeling doormaken. En dat we gewoon, dat we gewoon verder zijn dan in het begin van het seizoen. Hoe ga je morgen spelen? Ga je afwachtend voetballen of neem je meteen het initiatief en wij willen aanvallen? Ja, precies. Dat is een beetje, dan moet je ook een beetje tempo van de wedstrijd aanvoelen. We willen graag, heel graag willen we spelen op de helft van de tegenstander. Maar ik vind MVV wel een hele goede ploeg. Ze hebben echt een uitstekend middenveld waarin die gewoon veel van positie wisselen. Dus we moeten eerst zorgen dat we die wedstrijd onder controle krijgen om daar vandaan onze kans te gaan creëren. En uiteindelijk, en dat is het allerbelangrijkste, om die kans te benutten. Want als je ziet hoeveel goals wij gemaakt hebben dit seizoen al, dat mag best iets meer zijn. Waar denk je dan dat de mogelijkheden bij MVV liggen? Wat is hun zwakte? Achterin. Dus ik denk vooral in de omschakeling. Op het moment dat zij in balbezit zijn en dat wij in balbezit komen, moeten we direct diep kijken. En daar vandaan proberen om nogmaals kans te creëren en uiteindelijk ook een keer te gaan scoren.